mijn begon hier ongeveer. Oké. Aan deze kant heeft mijn Willemse 4 gestaan. Een particuliere mijn in Belgische handen. Oké. Was die mijn in Belgische handen? Die was in Belgische handen, ja. Kijk. Okay. Nee, wacht, Station Spekholzer Heide. Hier lagen dus 14 doorlopende sporen met nog wat kopsporen. Spekholzer Heide. Onder de brug waar we dadelijk. Spekholzer Heide was later station Kerkrade West. En hier in de hoek, iets verder, even de. Station Kerkrade West. Die leefde van de gemeente Bos. Die maakte deze spoorstapel voor ondergrond. We hadden die hele dunne staafje waar ook maar zo breed op de vent. Ja, over die kleine treintjes. Ja, die van die mijntreintjes. Ja, die mijntreintjes. Ja, ja. En de stutten heeft die gebouwd van alles. Ja, oké. Ja, helemaal Holland was dat. Maar nu is alles volgebouwd. Die huizen hier staan ook als 3 jaar. Ja, dat kan alleen inderdaad. Dat weer gevonden. Jo, dat is het eerst, college. Ach jongen, begint er meer. Ik heb in Zuid-België,
op het terrein van de mijnen gewerkt en die rentmeester was geworden. Die zei al, als de toren zo hoog was als de schacht diep, dan ging er geen mens naar beneden. 900 naar hier op. Ja, jullie staan in die dingen geweest in Valkenburg. Dat is, het is onvoorstelbaar. Ja, ja. Ja, net als het hele stoom gebeuren, de ontwikkeling is ook zo snel gegaan, want het hele, waar het de industrie, de industrialisatie mee begonnen. Ja, anders waren het van wind of water terug gaat maken. Ja. En dat is toch beperkt. Ja, maar stoom, dat was niet meer beperkt. De stoom is net zo groot bouwen als ze wilden. Ja. Misschien heel aardig, gezellig. Ja. Ja.
Ik ben chauffeur van beroep, dus ik zie mezelf niet de hele dag achter de kont van zijn paard zitten eigenlijk. Ik heb je helft even de kop. Ik ben nog één dag in de week. Oké, ja, ik iets meer. Ja, tot vorig jaar juni heb ik 4-5 dagen. Ja, je schoonvader. Ja. Ik heb de Canadese tijd, ik heb 35 jaar in Canada gezeten. Dat heb ik de laatste bijna 20 jaar op. Ja, oké. Okay. Ja. Dat is toch een heel ander. Ja, je kan het niet met elkaar vergelijken, maar daar transport is het hier. In Italië? Nee, in Canada. Ook Canada. Ook Canada. Ja, Australië met die vier op en straks naar anders dan. Ja, ja, dat is helemaal. Ja, ik kijk het regelmatig. Ja, ik ook. TV, prachtig mooi. Ja. Alhoewel ik wel denk dat het een beetje gereageerd is af en toe. Waarschijnlijk. Ze staan mij iets te vaak vast in het zand. Dat, ja. Ja, die kruispotten. Nee, het is schommig. Schommig. Oh. Hij doet de sporen schommig. Oh, die kijkt wat de spoor doet als je eroverheen rijdt. Ja, nee. Hij gaat te slechts plekken. Gaat hij met verf, gaat hij zoals hier. Oh ja, parkeren van hier. Parkeren op een slechte plek. Ja, ja. Ja, dat is... Ik ga heel wat belangrijker doen. Ja. Daarvoor moest ik net dat briefje schrijven. Ja, ja, ja. Zijn we toch gezien? Die heb ik netjes bewaard. Station Simpelveld ZLSM Depot. Station Simpelveld ZLSM Depot. Wat doe je op de brandplaats? Ik zit momenteel.
Deel, ik rijd op mezelf. Ik rijd op Deel, zit ik voornamelijk in de bloem in de pan. Bloem? Bloem in de pan, ja, ja. Maar niet op buitenland. Vroeger was dat een, ja, een racebaan. Maar dat kan niet meer. Nee, maar er zit nog steeds, die spirit zit er nog wel in. Het is niet reus. Dat merk je ook aan de chauffeurs op het moment dat je wat andere werkzaamheden gaat doen, waar je van wacht hier, wacht daar. En dan pik je precies de bloemenrijers, pik je er dus uit, want dat zijn degenen die zeker wachten in de rond te lopen. Dan maaien. Fruit? Ja, precies hetzelfde. Ja, allemaal koud voor je. Oh. Ja, ja, ja. Ja, ik weet, daar weet ik alles van. Ja. Een hele goede vriend die wat beter was. En station Simpelveld, eindpunt van deze ZLSM railbus. Station Simpelveld, eindpunt van deze ZLSM Duitse railbus. Ik heb een brief met de hand gedaan. Ja, ja, ja. Ja.